moeten zich nog afvragen of ze blij zijn dat ze terug zijn in de Eredivisie. Hier in Leeuwarden. Een schitterende sfeer. Cambuur is terug. Groningen is er natuurlijk altijd in de Eredivisie. Weer is de tegenstander van Cambuur. En bij Groningen ook nieuwe spelers, waaronder ook her en der een oude bekende. U ziet Michael de Leeuw. Leeuwenburg is de keeper. Casanwillo overgekomen van Ajax, jong Ajax. En Engonge is overgekomen van RKC Waalwijk. Het feest is hier groot, maar we beginnen natuurlijk met iemand die de club zeer na aan het hart heeft gelegen. Onlangs zo tragisch om het leven gekomen. Serge Hoefdraad. En ter nagedachtenis aan hem nu een minuut stilte. En Mesudi heeft hem uiteindelijk onder controle. Goedmoetson. Voorzet, lekker strak. En daar is de treffer al bijna. Geweldige reek van Stevens om Soeslof van de 0-1 te houden. Goedmoetson met een hele fijne voorzet. Zo eentje waar je als aanvaller lekker tegenaan kan lopen. Dat doet Soeslof. Je krijgt ook te veel ruimte. Knappe reflex van Sonny Stevens. Goeie bal dit van Dammers. Elankouri. Is ook geen gekke voorzet. Bal valt precies goed, maar dan geen rust bij Soeslof. Die heel wild, heel gehaast schiet. Dat wat toch eigenlijk niet nodig leek. Te wierig. Zeg op Soeslof, wil hem snel nemen. Dat kan niet, maar dan duwt hij de tegenstander weg. Ja. Zich handig gedaan door Soeslof. Die wil de vrije trap snel nemen, maar dat kan niet, want er staat iemand in de weg. Vervolgens duwt hij die speler weg, zijn vergaande kant. En dan ligt er wel de ruimte om die paas te geven. En dan krijgt Soeslof op zijn donder. Bal draait richting Dammers. Och, dat was vrij gedaan. Dan krijgt hem het niet bij de Leeuw. Zelf uithalen was ook geen optie meer. Corner nu voor Groningen. Mooie vrije trap. Ja, de controle leek ook precies goed. Och, wat een vrije kopkans. En die zit erin. El Mesoudi scoort. Omdat er weliswaar iemand bij de paal staat. Maar die doet zijn werk niet goed. Vorig seizoen 8 doelpunten. Een vertrek leek aanstaande. Maar hij is er nog. Ondanks interesse. Verdergaande interesse ook in hem. En zijn eerste van dit seizoen ligt er alweer in. En er gaat een hoop fout bij Cambuur. Hendrik staat precies daarvoor bij de paal. Kijkt, draait en mist. Schouten leek niet helemaal op maat die kopbal terug, maar El Mesoudi kan er niet bij. Goedmoetson. Lekkere voorzet weer. De Leeuw en die valt via de billen van McIntosh precies in de handen van Stevens. Hij probeert het schitterend. Dit is weer goed van Goedmoetson. Spectaculaire poging van de Leeuw. Soeslof. Boerenmakers sluiten van de bal. En dan is natuurlijk het zoeken naar Kalon. Sprinten wel met de Wierik, zal die winnen? Ja, die is inderdaad te snel af. Kalon krijgt hem voor. Daar is Hendricks. Maar net geen kans om uit te halen. Het is waar Cambuur het van moet hebben. De snelheid van Isaac Kalon aan die linkerkant. Soeslof glijdt weg. Geen overtreding. Absoluut niet. Breij kan hem nu simpel geven op Dodeman. Dodeman heeft de kans. Hij legt hem voor. En dat had misschien niet gemoeten. Want de bal op Hendricks werd goed gelezen door Groningen. Dan Mesoudi. Daar is Goedmoetson. Wat naar de tweede paal gemoeten, zo geeft de Leeuw aan. Goedmoetson is achterin dus weg. Molen nog niet gezien. In deze wedstrijd eigenlijk. Paasje op Breij die hem slim laat lopen voor Kalon. Schot van Kalon! Oh, mooie redding van Leeuwenburg zeg. Cambuur
doet ook mee in deze wedstrijd. Het heeft even geduurd, maar ze zijn er. Deze bal is aardig op weg naar het doel. Soeslof. Och, legt hem lekker neer. Postema. Grote kans voor Postema. Ah, dan schiet hij die recht op Stevens. Hij krijgt de bal net niet lekker mee. Hij hikt er zo tegenaan. Die eerste in de Eredivisie. Dit had hem kunnen zijn. Ja, hij komt net wat onder hem. Maar hij baalt er nog van. Dan Messoudi. Een beetje ruimte gevonden om eens uit te halen. Zo komt Groningen wel iets meer onder de druk uit. Mangoura. Jacobs kijkt wie er voor het doel is. De Callens is daar. Het doelpunt is daar. Mannen scoort. En Cambuur op 1-1. Net in een fase waarbij de storm van Cambuur toch wel wat ging liggen. Dat zo goed was begonnen aan de tweede helft. De ploeg van Henk de Jong. Precies daar waar hij moet zijn op het juiste moment. Robin Molen. Die bij zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie ook meteen dus zijn eerste doelpunt maakt op het hoogste niveau in Nederland. Goedmundsson. En gaat Postema achteraan. Want die bal blijft wat hangen natuurlijk op het kunstgras. Gouten lost het op. Nou, lost het helemaal niet op, want daar is Elhan Koeri. Elhan Koeri buitenom. En de redding is er van Stevens. Joosten. Daar is Postema. Hoek lastig. Hij had misschien laag terug moeten trekken richting Joosten. Daar is een goede voorzet hoor. Lekker neergelegd door Elhan Koeri. Meijer brengt hem erin. Strand Larsen. Heeft de bal. Heeft hij ook een kans? Nou zeg! Wat doet die nou opeens? Waar komt dit vandaan? Ja, ik dacht het wel. Uit het niets. Een schitterende 2-1 voor Groningen. Hop, hop, knietje, voetje, voetje. En een omhaal om in te lijsten. En Stevens verrast, Cambuur verrast. Door een schitterende actie. Een schitterend doelpunt van Jurgen Strandlas. En dan is het afgelopen en wint FC Groningen. En is hij de man. Misschien wel de minst verwachte held van al die spelers bij FC Groningen. Na de voorbereiding. En dit is dus waarom die voorbereiding soms ook helemaal niks zegt. Daar het feest bij Cambuur. De grote teleurstelling. Want ook de derde promovendus verliest. En voor Cambuur van die drie natuurlijk de meest zure, de meest pijnlijke nederlaag.